Chris Bekkers uit Lelystad is al jarenlang actief in de duivensport. Hij heeft zelf veel duiven, doet er ook wedstrijden mee en verkoopt en ruilt ze met andere duivenhouders. En nu had hij 4 duifjes over en hij dacht, laat ik daar eens wat bijzonders mee doen. En Chris heeft namelijk veel bewondering voor stichting Make-A-Wish, die mooie dromen laat uitkomen voor zieke kinderen. Helemaal nadat zijn eigen zoontje een dwarslesie opliep bij een auto-ongeluk. Dus die 4 duiven die worden verloot via Facebook. En de opbrengst van die loodjes die gaat naar de stichting. Daar gaan we natuurlijk even over praten met Chris Bekkers zelf. Chris, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel duiven heb je eigenlijk? Oh jeetje, dat zal om en nabij de 250 duiven zijn op dit moment. Ja. En die staan dan bij jou in de tuin? Ja, die zitten bij ons in de tuin, in het duivenhok inderdaad. Ja, dat klopt. De buren, hebben die nog een beetje last van het duivengeluid? Dat zou je eigenlijk aan de buren moeten vragen. Maar... Je hoort geen klachten. Ik vermoed van niet. En nou had je dus Chris ineens 4 duiven over? Ja, klopt. Nou ja, ik zat op een zaterdagavond met mijn vrouwtje samen lekker onder de veranda en we zaten wat te kletsen. En ik had net wat foto's gemaakt van wat jonge duiven. En ik zeg, nou, het is eigenlijk wel leuk om eens een keer om wat leuks te doen. Ik zeg, noem eens een goed doel, zei ik tegen mijn vrouw. Nou ja, toen zei ze natuurlijk als grap meteen van, joh, doe maar voor mezelf dan. Weet je wel, nou ja, dat was natuurlijk een grapje. En meteen erop kwam er meteen uit, make a wish. Ik zei, nou ja, dat is het. Dan gaan we dat doen. Dus eigenlijk als iets heel kleins... dachten we van, nou weet je wat, we zetten wat duifjes op internet of Facebook en we gaan de loodjes verkopen en we zien wel even wat het opbrengt. En de opbrengst, die maken we over naar Make-A-Wish. Ja, Make-A-Wish, dat is de reden dat je ervoor gekozen hebt, is omdat jouw zoontje een auto-ongeluk heeft gehad en dat hij een dwarslesie heeft opgelopen. Heeft Make-A-Wish nog iets voor hem gedaan in die tijd? Nee, we zijn wel met andere organisaties in contact geweest. En die hebben inderdaad in de tijd, zeg maar, dat het ongeluk net was gebeurd. En de 2 jaren daarna hebben die wat voor ons gedaan. En dan vind je het natuurlijk ook leuk om een bepaalde stichting een warm hart toe te dragen. En dit was een hele mooie kans om dat te doen. Niet weten dat het zo uit de hand zou lopen. En dat heel duivenmelk uit Nederland en ook buiten Nederland... toch via Facebook geld heeft overgemaakt voor loodjes te kopen. En daarmee de organisatie, zeg maar, een warm hart toedraagt. Ja, want hoe ging dat? Je hebt het op Facebook gezet en toen ging de boel bijna plat. Ja, dat was eigenlijk niet normaal. Ik had het erop gezet op zaterdagavond. En zondag toen zat ik al op 1800 loodjes wat ik had gekocht. En toen dacht ik bij mezelf, nou... Ik had nog nooit van mijn leven een tikkie verstuurd en inmiddels ben ik daar specialist in. Ja. En, dus dat ging eigenlijk heel snel en uiteindelijk kwamen er ook vanuit het buitenland, nadat ik hem openbaar had gezet, de actie zeg maar op Facebook, kwamen er ook vanuit het buitenland en mensen die ik allemaal niet kende met berichtjes. En ik heb de Google Translate heb ik aardig moeten misbruiken de laatste dagen. Ja. Dus je bent helemaal overdonderd eigenlijk. Ja, echt ongelooflijk. En dan zie je toch ook dat... want het is bijna allemaal duivenmelkers die dan daaraan meedoen. En die zullen heus denken van... Ja, luister, we krijgen van Chris een duifje die met allemaal mooie stamboom bij zit. Maar aan de berichten te zien, dan wordt ook gewoon de stichting een warm hart toegedragen. En dat is echt ongelooflijk wat dat met mij doet in ieder geval. En met ons gezin. En dan het gevoel wat het dat met zich meebrengt. Het is echt superleuk. Ja, maar als ik je goed begrijp, zijn het dus niet echt hele bijzondere duiven waarom mensen zoveel loten kopen? Nou ja, de duiven die. We hebben wel een duivenbestand, zeg maar. Die is qua stamboom, zeg maar, zijn echt super. Echt goede duiven. En mensen die normaal gesproken wat bij me willen kopen, die. Dan praat je het soms over bedragen die toch heel veel mensen, zeg maar, net even boven het budget is. En dan is dit met een loodjesactie, of je nou 1 loodje koopt of je koopt er 20, je hebt een kans om een duifje te winnen. Ja. En die kans die wordt gepakt. En hoe dat ga je... is echt, Ja, want de actie loopt dus zaterdag af. Hoe ga je dat dan verder afhandelen? Want je hebt dus duizenden belangstellenden en 4 duiven. Wie gaat er loten? Nou, het idee is de mensen kunnen tot vrijdagavond kunnen ze loodjes kopen. Dus vandaag of morgen beginnen wij met de loodjes die inmiddels zijn verkocht, beginnen we maar eens langzamerhand met uitschrijven.
En dat we gewoon op blaadjes en een naam en een nummertje erbij. Dus als iemand 10 loodjes heeft, ja, 10 loodjes. Ja. Alles in de emmer. En de bedoeling is dat Jamie, onze jongste zoon, dan, die dan inderdaad ook de dwarslees heeft opgelopen, dat die dan zaterdag om 7:00 live op Facebook 4 loodjes gaat trekken. Oh, dat wordt een event op Facebook echt. Ja. Ja. Hoe is het nu met je zoontje eigenlijk? Gewoon live en, ja, heel goed. Heel goed. Het is een het ongeluk is nu 7 jaar geleden. Hij is inmiddels 10 jaar. En hij heeft echt een doorzettingsvermogen. Dat is echt ongelooflijk. Hij is berensterk. Hij heeft inmiddels zijn A, B en C zwemdiploma gehaald. Hij doet het heel leuk op school. En we zijn echt super trots natuurlijk. Kijk, dat is al heel fijn om te horen. En hij heeft dus ook de eer om zaterdag een loodje te trekken en een winnaar uit de bus te halen. Ja, dan geef u het adres aan de duiven. Die moet dan erheen vliegen. Ja, dat zou wel leuker zijn. Hè? Ik zou het wel leuk vinden om de mensen te ontmoeten. En om de duifjes dan ook echt persoonlijk te kunnen overhandigen. Dat zou helemaal leuk zijn. Maar stel nou dat iemand een duif wint. Maar diegene heeft alleen een loodje gekocht om dat goede doel te steunen. Wat doe je dan? Nou, er zijn er inderdaad bij die dat ook al hebben gezegd. Dus ik koop loodjes, maar die duiven, dat is eigenlijk niet nodig. Maar dan weten ze altijd wel iemand die ze daar gelukkig mee kunnen maken. En er zijn er al bij die hebben gezegd, joh, als ik win, dan stop hem er maar weer in. Want dan kun je er misschien nog iemand anders blij mee maken. Dus er zijn ook een heleboel mensen bij die gewoon echt leuk vinden om te sponsoren, zeg maar. En een lot kopen, dat kan dus als je zoekt op Facebook op Chris Bekkers, neem ik aan. Ja, klopt. Chris Bekkers. Ja, klopt. Kijk, en dan komt het dus... Dan, als ik dan een berichtje krijg, dan zal ik daar zeker op reageren. Nou, zaterdag wordt bekend wie de duiven krijgt. Laat je het ons nog even weten? Ja, dat is goed. Dat zal ik zeker doen. Okay, ja, dat komt helemaal in orde. Chris Bekkers uit Lelystad.